Nou, het aardige is, nou dan heb je Be Brave gedaan. En Be Brave is nationaal natuurlijk een heel goed product geworden. Voor met name in die jongere doelgroep. Ja. One Direction is dat internationaal. Simon Cowell is de man daarachter. En die heeft jou eigenlijk onder zijn vleugels genomen. Jij bent nu zijn rechterhand. Ja, ja. Wat houdt dat concreet in als rechterhand van Simon Cowell? Ja, ja, rechterhand wil ik het niet noemen. Ja, ik maak deel uit van zijn vingers. Vingertopje misschien. Ja. Nee, ik maak deel uit van zijn music team. En het is heel hard werken, kan ik je vertellen. Meetings tot in de ochtend. Ja, wat houdt het in? Ik ben verantwoordelijk voor X-Factor over de hele wereld. Een soort van international A&R manager. Simon is iemand die heel erg op de muziek zit. Het is eigenlijk van nature een muziekman. Het is een tv-man geworden, denk ik. En hij vindt het dus heel belangrijk. Vandaar dat hij ook echt vruchtbare acts uit het programma heeft weten te krijgen, denk ik. Dus hij heeft een muziekteam gevormd dat echt tijdens het programma al artiesten definieert, zeg maar. Dus er zitten A&R-managers op, vocal coaches op, die al in het programma de artiesten samen met de artiesten vormen. En dat proberen we eigenlijk wereldwijd toe te passen nu. Dus ik vlieg eigenlijk de wereld over om dat bijvoorbeeld ook in Denemarken of Australië te doen. Waar ze eigenlijk... Om te kijken of je een talent kan ontdekken. Ja, meer eigenlijk om ze... Ik ben ook een nummer. Ik ken jullie tijd. Jullie... Wij zingen ook. Wij zingen ook. Nou, laat het doen. Laat het doen. Eerst, hebben jullie ooit een single uitgebracht? We dansen er niet bij. Nee? Nou, ik wil wel eentje laten zien. Een vrachtwagenchauffeur. Brandon Hino heet hij. Nee, Ben Hino. Ben Hino heet hij. De vrachtwagenchauffeur, toch is hij? Oh, ja, ja, ja. Ja. Hij is vrachtwagenchauffeur geweest, ja. Ja, ja, bij de auditie was dat nog. Kijk, nu ziet hij er zo uit. Ja. Bij de auditie zag hij er zo uit. No sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Yeah. Well, there ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home every time she goes away. Ja. Ilse zegt ja hoor. Hey. Ilse zegt ja. Ja. En dan zie je dit en dan moet je bij hen aan de slag. Ja. En dan komt daar kijken en dat, wat doe je dan? Ja, ik stap zeg maar vanaf de Six Chair Challenge in. Dat is zeg maar een ronde, twee rondes voor de live shows. Omdat je zit natuurlijk eerst met 300 acts of zo. Dus wanneer er ongeveer 60 acts zijn, stap ik in. En dan gaan we eigenlijk artist propositions maken. Dus we gaan zeg maar documenten opstellen waarop staat eigenlijk wie iemand nou eigenlijk is. En wat hun song reference zijn. Wat voor liedjes zouden we met hun maken. Na het tv-programma, wat verlies komt er op hun album, hoe zullen ze er eigenlijk uitzien, weet je wel. Wat zijn de artiesten die er nu zijn die daar zeg maar op lijken. Dus en hebben zij dan nog zelf iets te zeggen of ga jij met ze zitten van... Nee, maar het is echt samen met hen, weet je wel, natuurlijk. Ze moeten niet iets doen waar ze zich niet goed bij voelen. Dus je probeert er eigenlijk achter te komen wie ze zijn. En dat probeer je zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat hebben we bij Ben ook gedaan. En het heeft zeer goed uitgepakt. Mm.